Ik ben Bisbah Hassani Ali en ik kom van Irak. Ik ben 31 jaar oud en ik ben nu 4 jaar en 4 maanden in België. Ik heb één opleiding voor leerkrachten in Nederland gevolgd en nu ben ik bezig om mijn diploma hier om te zetten. Dus je hoopt deze in België terug op te pikken? Ja, inderdaad. De goede kant van het traject was dat alle regels van België werden verduidelijkt. Dus ik ben Hans en ik werk bij Inburgering, hier in het Totaalbureau, als medewerker maatschappelijke participatie. Wat eigenlijk betekent dat ik mij voornamelijk inzet voor nieuwkomers, die samen met de mensen van ons team natuurlijk. Mensen die vragen hebben rond vrije tijd, om te zien dat die mensen op plekken kunnen komen waar zij hun gading vinden natuurlijk, om vrije tijd te spenderen. Er is de laatste twee jaar heel hard ingezet om van een eerder deskundige houding, ik als begeleider die jou gaat vertellen wat dat jij, of waarvan ik denk dat jij dat zou moeten weten, of om een heel deskundig antwoord te geven van, ah, jij hebt die vraag, dan moet je dat doen, en die vraag, dan moet je dat en dat en dat. Ze hebben toch eerder al een evolutie aan het maken om van die deskundigheid eerder naar een coachend begeleider te gaan. En veel meer het verhaal wel te aanhoren, maar het verhaal ook daar te laten bij die persoon die zijn of haar verhaal vertelt. En te kijken van, wat heb jij dan echt nodig om hier, stel dat je hier dan toch voor de rest van je leven zou blijven, wat heb je dan nodig om gelukkig te zijn? Hè? Ik ben Marjana, ik ben leerkracht maatschappelijke oriëntatie bij Inburgering Antwerpen. Ik geef lessen in het Pools, Nederlands en Engels. Ik werk met tolgroepen, maar ook met Polen, Hongaren en mensen van verschillende nationaliteiten. Ik denk dat Inburgeraars niet onmiddellijk verbonden met verwachtingen van overheid. We zeggen dat ook, we proberen traject voor te stellen, mogelijkheden. En natuurlijk proberen we dat ook mensen wijs te maken dat er bepaalde verwachtingen bestaan. En een beetje verantwoordelijk te maken. Maar ik denk dat is niet gemakkelijk om de link te maken. Voor Inburgering snel link te zetten tussen overheid, verwachtingen. Die zitten meer als in de cursus. En die verwachten meer dat wij bepaalde taken geven en verwachtingen hebben en ze moeten eigenlijk onze verwachtingen invullen, niet echt van overheid. Die hebben vrij moeilijk om de link te maken, dit hele programma komt van overheid. Dat is zo'n beetje niet duidelijk. Is dat misschien omdat het korte tijd is? Dan moet je dat ook plaatsen in de situatie, in politiek, in België. Hoe komt het dat dat hier zo is en in Wallonië niet? Dus dat is eigenlijk heel moeilijk om onmiddellijk overheid en verwachtingen te plaatsen. Ik denk dat we moeten dat breder kijken. We proberen meer te zeggen, niet als overheid, maar eigenlijk als België. Wat België verwachten van ons? Wat verwachten België van migranten? Wat kunnen ze ons geven? Maar wat verwachten ze dat wij ook, welke inspanningen moeten wij doen? Dat vind ik dan belangrijker dan de plaats eigenlijk overheid. Als die overheid zei, dan mensen nemen dat heel negatief in de zin, amai, we komen naar hier en we moeten iets doen. Dus denk ik beter als ze dat eigenlijk bekijken als de kans dat ze krijgen. Ik probeer dat altijd zo draaien en ik vind dat het belangrijkste, dat is eigenlijk een grote kans dat ze krijgen van het land, dat ze kunnen iets leren, dat ze kunnen zijn dromen eigenlijk vervullen, dat ze kunnen taal leren. Zo in die zin, denk ik. Hoe dat wij proberen om meer maatschappelijke, of hoe dat er meer maatschappelijke participatie zou ontstaan, ik denk dat, dat ons werk voornamelijk is door signalen op te vangen uit, ja, uit de doelgroep. Hè. Mensen die hier komen, al dan niet verplicht een traject in bijeenbrengen moeten volgen. Als die vragen hebben, of we horen dat er verschillende vragen vanuit heel veel mensen komen, hoe kunnen we daar een gepast antwoord op vinden? En wij zelf mogen niet. We mogen geen projecten organiseren. Dus wij gaan altijd op zoek naar partners die al in dat, op dat vlak bezig zijn en wat er op die manier een samenwerking kan zijn om in begin zo'n expertise op te bouwen en dan daarna te kijken dat dat volledig kan warm overgedragen worden aan die organisaties. Dat is één, dus de doelgroep zelf. Wat natuurlijk ook meespeelt is welke kwaliteiten is er bij de teamleden, dus in het onthoudbureau, of welke interesses leven er om die thematieken dan verder uit te bouwen? Vind je dat er genoeg geparticipeerd wordt tijdens verplichte of vrijblijvende activiteiten of lessen? En hoe stimuleer je dit?
Ik vind dat nooit genoeg. Dat zal altijd meer mogen. En ik denk dat zijn bepaalde mensen dat zonder problemen doen, omdat ze snel beseffen dat dat eigenlijk de enige weg is. Maar ik vind dat nog altijd dat er te weinig nadruk is gelegd over op participatie en om dingen zelf te doen, zelf ontdekken. Ik denk dat we mooi evalueren. In Antwerpen vind ik dat we super evalueren, dat we echt weggaan van de echt les te geven en doseren en eigenlijk alle bal in de handen van de inburgeraars te gooien en echt laten hun programma opstellen, zelf kiezen wat ze willen doen, echt op mat werken, eigen interesse. En nu zijn we bezig met een actieplan. Dat wil zeggen dat inburgeraars zelf moeten beseffen wat tijdens de cursus en na de cursus willen ze doen. En ze moeten dat eigenlijk tijdens de cursus bewijzen door duidelijke actieplan. En dat is eigenlijk iets moeilijk, zelfs wij, als je vandaag zal moeten actie maken voor de volgende 3 maanden. En eigenlijk doel plannen, is dat vrij moeilijk. En ik denk dat dat maakt dat nu interessanter, beter en echt op maat werken en individueel te werken. Ook dat mensen kunnen ook hun eigen talenten ontdekken. Ik vind dat dat ook heel moeilijk is in een nieuwe land, om te gemotiveerd te worden, om te nog altijd te vechten, je voelt je altijd toch minderwaardig, je complexen komen toch naar boven. Dus ik denk dat het belangrijk is om de mensen te motiveren en die positieve kant van zich eigen laten zien. Om een evenwicht te vinden tussen sociale of culturele integratie, het een kan volgens mij gewoon niet los van het ender. Of dat nu het Vlaams decreet of een aantal Vlaamse partijen misschien eerder zouden willen inzetten op cultureel. Dus wat zijn de waarden en normen? Ken je de waarden en normen van België? En hoe heb je daarnaar te gedragen? Want dat is een beetje natuurlijk het uitgangspunt. Kan er ook niet los van dat je hier mensen moet leren kennen, organisaties leren kennen, omdat dat vaak de praktische vertaling is van keuzes die je maakt en stappen die je onderneemt. Zijn er ook activiteiten waar de mensen die komen inburgeren, die kunnen daar vrijwillig aan meedoen? Dat is niet verplicht. Heb je zo'n activiteiten meegedaan? Heb ik dat gedaan. Welke heb je meegedaan? Bij oude mensen. Ah ja. Ja. En wat gingen jullie doen? Voor hun thee verzorgen. Ah ja. Ja. En dat was 1 dag? Of? Het was een paar dagen en we waren niet groot. Wat zijn voor u de voordelen van dat wel te doen? Gewoon met laten de mensen contacteren en kennis maken en voor die helpen ook. Intensief moet een kennis Nederlands zijn om degelijk te participeren. Ik heb geschreven niveau 0.0, omdat dat de Nederlandse taal en de ontwikkeling daarvan gaat volgens mij ook altijd samen met andere stappen die je onderneemt. En het maakt niet uit of dat je de taal kent. Je bent ondertussen al bezig. Als je leven in handen neemt, ben je daarmee bezig. En dan is de Nederlandse taal ook maar gewoon een hulpmiddel om je dingen te bereiken. Ik weet ook wel, als je in een organisatie terechtkomt, sommigen zijn door middel van Vlaamse wetgeving verplicht om bijvoorbeeld enkel Nederlands te spreken. Dus je stoot natuurlijk op blokkades of complicaties, maar integratie aan zich is niet taalgebonden. Wat ik vind, was het moeilijk voor mij. Heb je een job? Ja, ik heb een job. Ik werk hier bijna 1 jaar. Ik ben een chauffeur bij een vrachtwagen.
Op het werk kan je ook beter Nederlands leren. En contact hebben met Nederlandstalige mensen. We praten vaak over vormingen, over mogelijkheid van werk te veranderen, over diploma's, gelijkschaking, over motivatie in het werk, over werken met plezier. Dus dat vind ik heel belangrijk om te gezond blijven, mentaal gezond. Dat groepen is dat te moeilijker. Hoe ondersteunen we taal? Taal en nog een taal. We laten alle mogelijkheden van taal leren laten zien. Ook actieplannen zijn vaak verbonden met de taal, met ondersteuning, met contacten met de Belgen, met de verenigingen. En werken zelf zoeken. We leren zeker een vast werken zoeken via computer te gebruiken en bekijken. Een cv schrijven, motivatiebrief. Welke stappen moeten ondernemen. Maar ook mensen proberen te motiveren om niet laten zaken om gewoon proberen doorgaan en echt durven werk zoeken. Omdat soms denken ze nog altijd dat dat zo tijden zijn dat de werk komt zelf naar jou en dan vind je jouzelf. Maar die tijden zijn lang voorbij en ze moeten echt beseffen dat de tijden zijn voorbij. Ook bij... Wat vind jij dat Vlamingen beter kunnen doen om hun een welkom gevoel te geven? Ze kunnen misschien meer begrijpen. Toen voor de reden waarom iemand naar België komt. Dat is zo vaak dat bureaucratie beslist over het lot van de mensen, over het leven van de mensen. En soms is dat zo oneerlijk, vind ik. Ik vind dat triestig dat mensen zeggen, je gaat naar gemeente vandaag, je ziet dat die mevrouw, en je denkt, oh nee, dat is die mevrouw, bij haar kan ik die papier niet krijgen. Enig papier dat vanzelfsprekend is. Wat doe je? Je komt 3 uur later dat de andere mevrouw daar zit en van haar krijg je dat wel. Hallo. Sommige mensen zijn grof. Bijvoorbeeld, ik ben naar het gemeentehuis geweest voor mijn identiteitskaart laten verlengen. En die vrouw van het gemeentehuis die was echt grof. Ik heb aan haar gevraagd, ik kon gewoon afspraak maken voor mijn pas laten verlengen. En die zegt, je moet een afspraak maken via telefoon. Ik heb tegen haar gezegd, ja, ik heb al een paar keer gebeld, maar pak niet op. Geen antwoord, wat moet ik nu doen? Zij zegt ja, je moet ook op andere manier doen. Ik zeg ja, wat? Zij zegt ja, en je kunt ook een mailtje sturen. Ik zeg ja, ik heb een paar mailtjes gestuurd, maar geen antwoord. Mm-hmm. En ja, wat moet ik nu doen? Mijn identiteitskaart binnen 3 weken gaat verbouwen. Ik zeg wat? Zij zegt ja, ik kan niet overhelpen. Wat was uw droom vooraleer dat je naar Antwerpen kwam en is die uitgekomen? Mijn wens was om normaal en veilige leven te bouwen. Nu is mijn droom om perfect Nederlands te leren. Of om perfect Nederlands te kennen. En mijn diploma laten hier omzetten. Wat is de droomjob? Droomjob leerkracht worden. Zou je leerkracht willen worden in het gewoon onderwijs of leerkracht voor nieuwkomers? Voor nieuwkomers. Of voor onderwijs, dat maakt allemaal niet uit. Is er iets veranderd aan je droom nu dat je hier bent en je hebt hier een veilig, normaal leven? Wat wil je nu bereiken? Ik wil verder leven. Want ondertussen, ik moet ook nog werken voor mijn toekomst. En hoe ziet je je toekomst? Tot nu toe... Ça va. Maar ik moet nog mijn beste doen om verder te stappen. Wilt je hier blijven of heb je plannen om terug te keren of naar een ander land te verhuizen? Ik wil eigenlijk hier blijven. We hebben gezien hoe participatie binnen inburgering kan bijdragen tot een positief verhaal. Dit in 3 verschillende perspectieven. We verduidelijken graag even onze visie erop. Voor ons zijn participatie en integratie een wisselwerking van verantwoordelijkheden tussen inburgeraars en de ontvangende samenleving. Het beleid evolueert met nadruk op het individu. Uit onze bronteksten bleek dat de ontvangende samenleving ook kansen moet bieden, een open karakter moet hebben en interculturaliteit moet stimuleren. Vlaanderen neemt hierin haar verantwoordelijkheid door het aanbieden van een inburgeringstraject. Dit traject wordt bij ons in Antwerpen door het onthaalbureau Inburgering uitgevoerd. De dienst Inburgering spreekt alle doelstellingen van de socioculturele methodiek aan. Ze focussen zich op de educatieve functie. De andere functies komen zeker ook aan bod.
Zo introduceren ze inburgeraars zowel bij culturele activiteiten als buurthuizen. Naast de dienst inburgering spelen SKW'ers ook een belangrijke rol om nieuwkomers te ondersteunen in hun participatie en inburgering in de ontvangende samenleving. Uit de geraadpleegde bronnen leerden we dat SKW'ers best inzetten op de gemeenschapsvormende strategie en de engagementstrategie. Die maken deel uit van de kritische rol van het SKW, die zich tussen aanpassen en veranderen bevindt. Het wil zowel aanpassen aan wat normatief correct is, als die norm in vraag stellen. We beseffen dat er al heel veel gebeurt ter ondersteuning van nieuwkomers, maar toch stellen we ons een aantal vragen bij wat dat er nu juist gebeurt. De steeds terugkerende problemen zijn elke keer een structureel tekort aan tijd en personeel. De ontvangende samenleving schiet tekort. De dysfunctionaliteit van het systeem wordt elke keer opnieuw geschoven op het individuele schuldmodel. De individuele verantwoordelijkheid van de inburgeraar mag niet aan de kant geschoven worden, maar er is zeker nog ruimte voor een efficiëntere aanpak van bovenaf. Hope of the world is in our generation. It's all left up to us to change this present situation. Take lesson from our elders. Ja. Nee. We hebben hier...